Gaan we hele karpers uitzetten. Hier moet je kijken. Is niet te doen. Gelukkig is volgend jaar alles eraf. Dus goed. Ik heb hier de auto. Daar ga ik even alle spullen dadelijk in doen. Waterpak en zo. Dan gaan we een karperuitzetting doen op Zoommeer. Dus dat is de allereerste daar. Net als op het Volkrak. Dus ik dacht, die breng ik gewoon weer in beeld. Ik hou nu eigenlijk ook het droneren en de GoPro erop onder water. Maar goed, dan zie je eigenlijk bar weinig met het weer. En ik was even met wat leuke mensen in gesprek, dus dat is al best wel laat nu. Ik kan ook mijn appjes niet meer bijhouden, het is niet te doen. Maar ja, ik ga hem gewoon keihard naar hem toe vliegen met mijn straaljager. En dan, ja, straaljager komt net niet van de grond. Maar dan even nog een ontbijtje scoren. Kijk, mooi vogel. En dan, ja, wel lekker die karpetjes te water laten. Want doen we nog wat voor de maatschappij natuurlijk. En daarna ga ik urban exploring doen de rest van het weekend. Dus dat komt sowieso helemaal goed. Dus ik zie je aan de waterkant. Yo Erik, je voelde erbij al hangen zeker? Ik voelde erbij zeker hangen. Sta je dit jaar weer op? Ik ben weer aan de beurt. Ja, sta je weer voor nul. Het is altijd weer dezelfde. Maar goed, het is wel leuk natuurlijk. Ja, tuurlijk. We zijn hier. Ja. Kaartjes hebben. Ja. Kom op 205. En vorig jaar waren het er ook meer, hè? Ja. 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 Thank you.
tussen mijn vijf zitten als het goed is. Ja, ik heb het doorlopen. Ja. En nu is het over 20 jaar opzet. 62 gaat er vandoor, dus die is onderweg. En daar zie je ze nou een beetje boven komen. Het is altijd, hè, dan gaan ze een beetje springen en zo. We hebben de camera erop en dan zie je het nu. Oh ja, daarachter bij die meertjes. Ja, dat is mooi, hè. Op een gegeven moment komen ze allemaal boven. Ja, met de kop en zo, hè. Ja, ja. Super deze. En dan de laatste twee. Ja. Was nou alles. Er worden hier 50 is, Mark. Nou, wie weet. Mag ik blijven. Ja.